En Die dame die zegt zo, so, well Dushan, I know you work with a lot of people who live over there, but only really rich people or the mafia can live there. En ik zit zo so in de auto en ik was heel benieuwd naar het antwoord van Dushan, we kenden elkaar nog maar net. En toen zei hij, do you know why the mafia can live there and you're not? En die dame zo, so, no. Well, because the mafia's got a lot more integrity than you. Ja. Yeah. Je weet waar je op kunt rekenen. Ja. Yeah. Exact. Dus daar zit een hoop kracht in. Uh, waarom? Omdat mensen letterlijk op je kunnen rekenen. Ze weten waar ze aan toe zijn. Dus bij de het... we kunnen maar beter betalen of wegwezen. of een knokploeg inhuren. maar anders hebben we een probleem. Um, en dat was in één keer een hele shift. Omdat, en het was zo'n schitterend voorbeeld. omdat je het altijd koppelt aan het zijn van een braaf schooljongetje, het zijn van een non maar in je woord nakomen en daar ligt je focus als ik mijn woord geef dan, dan kom je ik het na ik ben mijn woord